En geen tweelingen. Ik ben geen zus, ik kon het niet zeggen. Stringent. Hoe luisteren jullie bij elkaar? Een jaar denk ik dan. Nou, of niet? Ja. Bijna. Ja. Bijna een jaar. Een jaartje. Ja. Nog niet? Huub of Jaap? Jaap. Ja? Ja. Oh, dat is goed. Even kijken. Oh, de nummer. We moeten gaan zingen, want die Mystery 28 moet weg. Welke vakanties gaan jullie? Mag jij vakantie, maar even? Ik ga dit jaar naar Gran Canaria. Oh, ik weet het nog niet. Ik heb nog niks gepland, maar wij gaan het bouwen. Dus ja, ik denk niet dat het er nou in zit. Ik ga naar Salo. Even kijken. Ja, we gaan vanavond naar Halfvast in Zeeland. Nou, dus kom allemaal. Ja. Een boerenfeestje. Ja, dat is toch een boerenfeest. Ja, wat zijn jullie lievelingsdrankjes? Peter of Dennis? Ja, maar leuk. Ook bij jullie in het dorp, hoor. Bij wie? Bij jou of bij ons? Grappig. Hebben jullie gezien? Werk nerveus, ja, dat is altijd. Ja, tuurlijk. Ja. We zijn niet zo lang bezig, dat is allemaal spannend. Ahoy was erg spannend, ja. Dat was wel het eerste grote optreden wat we deden. En toen waren we wel een beetje zenuwachtig, ja. Hoe schrijf je jullie naam? X-Kloezef. Schrijf je Kloezef? Oh, daar hadden we ook in, in Zeeland. Waar ze de DD klopt. Kopen? Wat is het vaste feest van mensen boven de rivieren? Dat weet ik niet. Ja. Best wel Peter, ja, dat denk ik ook. Alleen, vind je vluchten via de chat leuk? Nou, eerlijk? Ja? Ja, eerlijk. Hè. Nou. Ja, ik zit er even over na te denken. Wat? Ik denk dat het leuker is als je gewoon iemand met uitgaan of in een kroeg of net wat tegenkomt. En, ja. Ja, ja. Ja, dat vind ik ook. De chat kan misschien even leuk zijn, maar daar komt verder ook niet zoveel uit voort, denk ik. Peter heeft een sexy roze boxshot, hé. Wist je dat? Dat wisten we niet, hè? Dat is wel een hele leuke informatie. A cappella liedje, nou. Mag eerlijk, heb ik ook gedaan. Nou, we gaan a cappella, we gaan dadelijk gewoon ons nummer doen. Dus dadelijk hoor je ons. Niet zo lang duren, denk ik. Was je de grootste blunder? Hebben we al een grootste blunder meegemaakt? Te veel giebelen? Nee, maar dat hoort bij ons. Ja. Giebelen hoort bij ons, dus kunnen we niet vast een microfoon. Even kijken. Begrijp het lezen, man. Ja? Vertel Peter dan even welke kroeg hij moet wezen. Door Mario in beeld mag je. Oh, Mario! Mario! Ik zie het ook wel enigszins, ja. Ja, dat kan ik al. We kunnen best wat Mario. Of je niet zo veel verkleden. Wie was dat? Vallen jullie op mannen met witte schoenen en witte hoedjes? Sam 40. Die was best goed. Oh, die. Oh, hij is weg. Oh, sorry. We zijn er verwijderd. Ja. Waarschijnlijk heb je dan iets gezegd wat niet netjes is, Peter. Zijn je de familie van Guus van den Elzen? Nee. Nee. Geen Guus van den Elzen. Nee, Janus van den Elzen. Nee, ook niet. Vinden jullie dat Johan in een porno niet zo bestaat? Johan? De pizza bakken. Luigi. Ja, Mario, Luigi. Ja, dat is Peter. Ja, dat is mee, dat liedje. Als het wel zo wil. Wat wordt alles verhaald dan? Ja, ik weet niet wat ja, Peter zegt. Ik denk dat ze daarachter doen. Ah, oké. Okay. Aan deze pits en vragen. Peter inleiden. Maar ik zie geen Peter. Peter ik zie Peter ook Peter en... Oh ja. Oh. We hebben een eigen website. Alleen dat zegt iets mij. Ja, we hebben nog geen eigen website, maar we hebben wel een eigen fanhives. Ja. En hoe komt hij weer? Wat is dat? Wat was het hem ook alweer? X-Kloezef. En dan? Punt. Fanhive. En dan? Exclusive-fanhive.hives.
Google.nl. Ja. Maar als je gewoon Google Exclusive intoetst, dan komt het ook. Exclusive en dan wel hypes, denk ik. Hè? Dan kom ik erin. Hoe laat kan ik jullie verwachten? Voor? Waar? Hoe? Ja. Of wat? Peter, ik heb vanavond de paaldansavond. In Drunen. Samen met Dennis komen dan. Hè? Peter en Dennis. Roken jullie? Alleen maar alleen rookt. Ja. Even kijken, nou is het tijd om te zingen met die andere. Ik vind eigenlijk ook dat we daar moeten gaan zingen. Oh, ja, dat is echt niet. Chat. Wat is dit dan? Ja, geen vragen meer. Nee, er komen geen veel vragen meer. Waarom heeft u echt roos? Beste kijkers van studioflemmings.tv, we hadden graag even je reactie op de chat, want de meiden staan droog. Helemaal droog. Dat klinkt ook weer zielig. Ja, zielig hè. Gezellig rokers. Geen vragen, zingen dames. Iedereen zegt zingen dames. Ja, ik vind er zijn er al een paar achter elkaar. Ik vind ook dat we moeten gaan zingen. Wat vinden jullie? Ja. Dus we kunnen eigenlijk niet zingen. Zal ik maar eerlijk zeggen dan? Doen we een chance, ja. Dank je. Wat zei je, Johan? Ik zei, ze kunnen eigenlijk niet zingen, maar... Nee, daarom laten we even hier achter de chat nog zitten dan. Ja, veilig, ja. Hoeven we niet te zingen. Nee, precies. Sta je ja, droog? Nou, ja, dacht ik al. Ik ook, ja. Staan jullie droog? Sorry, Johan. Oh, ja. Kom maar aan. Hoe heet die man die nu aan het praten is? Dat was dus onze manager, Johan. Joan. En zie je zijn hoofd? Daar staat hij. De Mario. Also known as Mario. Luigi. Voor al uw loodgieters. Luigi. Nee, Luigi niet. Mario en Luigi. Dat is Mario spel. Dat zie ik ook. Vind je dat we kunnen gaan zingen? Ja, dat vind ik ook. Ik denk dat we genoeg vragen hebben beantwoord. Jullie moeten ook wel meedenken. Ja, ik vind ook wel wat aan zingen. Maar moeten wij nou zelf weglopen dan? Ik weet niet hoe het zit. Ja? Nou, dan gaan we toch. Waterloop. Waar staat dat dan? Hè? Heeft die vent niet dat boek als fan gestaan? Ja, dat zou best kunnen. Ja, wij zijn het ook moeten. Dat was niet dan. Ja, boek als fan. Johan, heb jij al boek als fan gestaan in camping? Ja. Ik doe dat programma nog steeds. Jasper, die kent jou. Ja. Jasper uit Eindhoven, denk ik. Jasper uit Eindhoven? Misschien? Nee, dat weet ik niet. Dan moet Jasper, dat moet Jasper even laten weten dan, of dat hij uit Eindhoven komt. Kan Johan ook zingen? Komt. Johan, ga je zingen? Nee, natuurlijk op de camping wel. Als Jasper is van de camping. Ik zal geen achternaam noemen, maar Jasper was een van de kinderen. Anders laat Jan zijn stokboot zien. Wat is dit nou weer? Nou, dan gaan we gauw zingen, want... Johan, de manager uit Boerdam. Klopt. Ja. Hallo, het ging over jullie, niet over mij. Ja, maar ja, ze vinden jou heel interessant, volgens mij. Ja, jongen, ik kijk heel veel reacties. Nou, er gaat allemaal vragen over henzelf. Ja. Ik kom even over de heen. Kom, we gaan er even daar gewoon heen. Ja. Maar dan kunnen we gewoon zelf weglopen. Nee. Nee. Nee? Zullen we gaan zingen? Ik heb zingen. 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 Ik heb z